Goedenavond, dit is het Heuvelandnieuws van dinsdag 11 juli. Het scharrelkippenbedrijf Vrij en Blij in Rijmerstolk wordt verkocht voor 1,5 miljoen. Omwonenden hebben zich jarenlang verzet tegen de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Sinds 2 maanden staat de boerderij te koop. En voor dat bedrag krijg je 2 kippenstallen waar bijna 60.000 kippen in kunnen, 4 opslagloodsen, een stal en caravans en een stuk landbouwgrond. Wauw. Huub Gerkens, eigenaar van de boerderij, wil met pensioen gaan. Hij nam vooraf contact op met de gemeente Gulpen-Wittem om in plaats van de boerderij een opstalplaats voor caravans er te maken. Maar de gemeente ging daar niet mee akkoord. Ik wou hier de vergunning inleveren van de kippen, de dierenhouderij inleveren. Akkerbouwtek, daar wou ik voorzetten. Ik heb ook nog akkerland. En dan wou ik terug caravanstalling en onderbrengen van kleine bedrijfjes. En hiernaast heb ik nog een stukje weiland liggen. Wou ik 4 woonplaatsen hebben in de plaats voor de compensatie van de waardevermindering van de inventaris natuurlijk. Ja, dat hebben ze allemaal afgewezen. Prullenbak in. Sommige omwonenden zijn niet blij met de kippenboerderij. Harm Mulder, een van de buurtbewoners, vindt het jammer dat het bedrijf wordt verkocht. Hij ziet liever dat het bedrijf helemaal gaat verdwijnen. Ja, daar hebben we wel overlast van. Dat is onder andere reuk. Je ruikt de kippen. Zeker op bepaalde dagen als de wind net anders staat. Maar ook wel het geluid, een laagfrequent geluid van de luchtwassers. Dat hoor je ook. En ja goed, wat je niet ziet, maar wat er ook is natuurlijk die stikstof en de fijnstof die vrijkomt. Het lijkt er dus op dat het scharrelkippenbedrijf wordt overgedragen aan een andere eigenaar. Ik heb alle vergunningen in orde, dus die gaan gewoon over op de volgende persoon. Dat klopt, ja. Dus de gemeente heeft zich altijd verscholen en de provincie achter verscholen dat ze geen geld hebben om mij uit te kopen. Want het is vaker ter sprake geweest. En dan maak ik een plan dat het de gemeente niks hoeft te kosten. Alleen wat geïnvesteerde uren van de gemeente uit natuurlijk. Ja, als je dan zo'n reactie krijgt, ja. Houdt het voor mij ook op natuurlijk. Dan ga ik ook verder, dus. Dat was een mooie kans, want Rijmerstolk is een heel mooi dorp. En daar woont iedereen met veel plezier. Dat zie je om je heen, de natuur en alles. Dat is hier fantastisch wonen. En dit was een uitgelezen kans om daar te stoppen met dat hele bedrijf. De overlast en alles. En een andere bestemming aangeven. Dus ik ben het helemaal eens met de eigenaar van de kippenfarm. De gemeente Gulpen-Wittem laat in een reactie weten dat het plan van de eigenaar geen verbetering is voor de leefomgeving in Rijmerstolk en opnieuw tot overlast kan leiden. De gemeente schrijft verder dat er een doorontwikkeling plaatsvindt op deze locatie, omarmen we. Maar de ideeën en het verzoek staan nog niet in verhouding tot elkaar en leiden daarmee onvoldoende tot kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Aldus de gemeente Gulpen-Wittem. De eigenaar van Klooster Boslust in Valkenburg wil dat het pand per direct weer opengaat. Daarvoor heeft de eigenaar de gemeente Valkenburg aan de geul voor de rechter gesleept. In het pand zijn in juni tientallen arbeidsmigranten uit het pand gehaald omdat ze daar in erbarmelijke omstandigheden woonden en werkten. Sindsdien zijn er opnieuw misstanden geconstateerd, dat schrijft de Limburger. Onlangs werd er weer vastgesteld dat er met asbest werd gewerkt en moest het werk stilgelegd worden. De gemeente heeft toegegeven dat dat achteraf gezien onterecht was. Volgens de advocaat van de eigenaar worden medewerkers nu nog steeds weggestuurd. De eigenaar wil de toezegging van de gemeente dat er gewerkt mag worden als de toezichthouder aanwezig is. Over 2 weken wordt een uitspraak gedaan. Oppositiepartij Pro Gulpen-Wittem komt donderdag tijdens de raadsvergadering met een voorstel om de verkeersmaatregelen in Schwijberg per direct van tafel te vegen. Ondernemers in het gebied zijn niet blij met de proef van de gemeente. Het college wil het gebied rondom de Schwijberg alleen nog openstellen voor bestemmingsverkeer. De ondernemers vrezen een sterke daling van klanten. Ze hebben niet rekening gehouden met horecamensen die in deze periode hun boterham moeten verdienen. En zeker met zo'n mooi terras, tot mensen die langskomen, tot die daar iets willen drinken. En dat wil vaak niet zeggen dat ze dat direct doen als ze langsrijden. Maar wel gezien hebben dat het een mooi terras is of een mooi hotel is. Of de bloeiende berg langsrijden. Tot ze zeggen van nou, dan ga ik de volgende keer slapen. En dat zijn dingen waar men geen rekening mee heeft gehouden. De proef zou komende zaterdag ingaan, maar oppositiepartij Pro wil nu dat de maatregel niet gaat gelden bij de Schwijbergerweg. De inwoners hebben te weinig inspraak gehad, zegt de partij. Ook twijfelen ze of het probleem zich niet gaat verplaatsen.
De komende donderdag wordt er in de raad gestemd over het voorstel. Dan wordt duidelijk of er voldoende steun is voor het plan. En de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft twijfels over het plan om het kuurpark op te knappen. Ze vragen zich af waarom er wel geld is vrijgemaakt voor de plannen, maar de raad niet is geïnformeerd. Tijdens de raadsvergadering maandagavond werd er lang gedebatteerd. Wethouder Kevin Roet kwam na een schorsing van een half uur met een mondeling voorstel. Hij had 150.000 euro nodig om het hele plan voor te bereiden. In november of december legt de wethouder verantwoording af aan de raad. En dan nog het weer. Woensdag zijn er in de nacht onweersbuien te verwachten. Ook in de vroege ochtend kan dit het geval zijn. Verder is het wisselend bewolkt en loopt de temperatuur weer op richting de 25 graden. In de nacht 16 graden en het blijft droog. De wind waait stevig uit het westen met kracht 4. Donderdag is er een afwisseling van wolken en zon en wordt het iets minder warm bij 23 graden. In de nacht wordt het 15 graden en blijft het zo goed als droog. Er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vrijdag is het in de ochtend nog zonnig, maar in de middag komt er meer bewolking. Het blijft wel droog en het kwik loopt op tot de 25 graden of net daarboven. De wind is slechts zwak. En tot zover het Heuveland nieuws. Zometeen na de reclame kunt u kijken naar het tweede deel van het podium van John Koenen, waarin hij vertelt over zijn tijd bij Fietsenframe. Ik heb 8 jaar heb ik bij Fietsenframe gespeeld. Een hele leuke tijd gehad. Ja, we zaten overal hier in de provincie en in het begin zaten we echt rondom Maastricht en op een gegeven moment ging dat helemaal door. Onder andere ook dat we Waltzing Maria, dat was de Waltz met Maria, die hebben we toen in de tijd uitgebracht. Ja, dat werd een hit hier in Limburg. Dus we traden op eigenlijk tot in het uiterste noorden van Limburg. Been beginnen te kriebelen en het bons binnenin. Dus steeds mij op te wiebelen, want de hups geen zin. Morgen om 7 uur zijn we weer. Dan staat hier mijn collega Pim Kleber. En ik wens u nog een hele fijne dag.